31 mei, één dag voordat het kraakverbod werd aangenomen in de Tweede Kamer, besloten 10 Haagse culturele instellingen de Astad te kraken. Als protest tegen het op handen zijnde kraakverbod, maar ook als signaal naar de gemeente Den Haag. Als signaal dat creativiteit ook een plaats heeft in het centrum van de stad. En niet alleen in de Binkhorst, waar alles dan zo leuk dicht bij elkaar zit. Als signaal dat kraken een legitiem middel blijft om leegstand aan te pakken. Aan de vooravond van het kraakverbod, maar ook daarna. Om te laten zien dat wij te creatief zijn om door hun regeltjes gebonden te worden. Als statement dat Den Haag nog steeds door ons wordt gevormd. Wat voor beleidsnota's over Den Haag Cultuurstad 2018 en kraakverboden je dan ook onder de neus probeert te boren. Het is een Den Haag dat zo graag studenten wil aantrekken, maar niet voor betaalbare woonruimte zorgt. Het Den Haag met een o zo mooie broedplaatsenbeleid op papier, maar dat ondertussen elke creatieve plek het bestaan onmogelijk maakt. Het Den Haag dat zichzelf stad van recht en vrede noemt, maar het ondertussen nodig vindt om gisteren nog een vreedzame demonstratie met 15 ME-busjes weg te jagen. Het Den Haag dat in 2018 culturele hoofdstad van Europa wil zijn, maar ondertussen de culturele instanties als een blok laat vallen. Het is precies dat Den Haag dat bij de Astad zijn ware gezicht weer laat zien door ludieke en creatieve projecten te verbieden. Wanneer dit Den Haag van twee gezichten ons in het verleden wist te melden namens de G4 dat het niks in het kraakverbod ziet, dan hou ik mijn hart vast als ik nadenk over wat dat dan in de praktijk zou gaan betekenen. Los van het plaatselijke bestuur van de gemeente Den Haag hebben we ook nog eens te maken met belachelijk landelijk beleid. Er wordt een zero-tolerance beleid aangekondigd. Alle krakers zijn van het ene op het andere moment criminelen. We krijgen een overheid die van ons meer respect eist voor het gezag. Bonnenquota, meer politie, hogere straffen, meer repressie. En in ruil daarvoor krijgen we minder geld voor het onderwijs, zo goed als geen geld meer voor cultuur en een openlijke oorlogsverklaring aan het kraken. De kraak en later ontruiming van de Astad leren ons twee dingen die we eigenlijk al wisten. Die in Den Haag, maar ook in het hele land hetzelfde zijn. Er zijn meer dan genoeg mensen die bereid zijn om hun nek uit te steken en tegen de stroom in te zwemmen om iets neer te zetten dat echt ergens over gaat. Om met z'n allen iets neer te zetten, met of zonder toestemming van de gemeente. Vorige generaties hebben dat al bewezen, nu is het onze beurt. Het tweede dat we kunnen leren is dat je bij zulke soort initiatieven tegengewerkt gaat worden door de beleidsmakers. Alle vrijheden en burgerrechten die we nu hebben zijn bevochten, niet gegeven. Sommige dingen moeten afgedwongen worden. En we komen in een periode waarin dit nog meer het geval is dan in de periode achter ons. Als een gemeente er al alles aan doet om initiatief waar het zelf alleen maar de vruchten van zou kunnen plukken. Van organisaties waar het goede banden mee heeft. Die ook nog eens aangeven in gesprek te willen gaan over de plannen. Als daar al op zo'n manier mee om wordt gegaan als hier bij de Astad. Wat kunnen we dan wel niet verwachten van een overheid die het nodig vindt ons crimineel te verklaren en ons als probleem bestempelt. Ik weet niet wat de toekomst nog brengen gaat. Welke absurde wetten ze nog willen doorvoeren. Maar ik weet wel dat iedereen een grens heeft. Mijn grens is bereikt. Ik accepteer jullie kraakverbod niet.